De hoofdacteopleiding die in 2021 was gestart in Mungo dreigt nu geen voortgang te zullen hebben. Dit liet ABO-parlementariër Genevieve Jordan gisteren weten in de Nationale Assemblée. Vanwege haar oproep dat her- en bijscholing van leerkrachten belangrijk is, was de vorige minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in 2021 gestart met deze opleiding. Echter heeft Jordan nu van een groep leerkrachten uit Marrewijnen begrepen dat mensen zich dit jaar niet konden opgeven voor het eerste leerjaar van de opleiding. Met de mededeling dat het eerste jaar van hoofdacteopleiding in Marrewijnen zal worden beëindigd. Omdat de reden wat ze aangeven is dat er niet voldoende leerkrachten zijn die de opleiding zouden moeten volgen. Maar voorzitter, ik heb een lijst van meer dan 26 leerkrachten die zich hebben opgegeven om de opleiding te volgen. Dus wat ik vraag van de minister is dat de eerste jaar hoofdacteopleiding rustig wordt hervat, zodat de leerkrachten van Marrewijnen veilloos hun opleiding kunnen vervolgen, zoals dat het geval is in Paramaribo en Nikeri. Haar collega Obed Kanapé vroeg ook aandacht voor het onderwijs in het binnenland. De droge tijd treft ook de leerkrachten in dat gebied. Namens de leerkrachten vroeg het assembleelid het ministerie van Onderwijs om in te komen met drinkwater. Ook zijn er volgens Kanapé andere problemen die het onderwijs belemmeren. Maar de leerkrachten die les of het onderwijsproces in het binnenland voort moeten zetten, vragen van het ministerie die ondersteuning. Ik kijk naar de minister met betrekking tot Tapanahoni, de huur voor de panden die niet betaald zijn en bijvoorbeeld het proces dat niet is gestart van het onderwijs met betrekking tot VOJ. Meneer de voorzitter, vragen we de minister om daar aandacht aan te besteden. Ook Melvin Bouva van de NDP vroeg aandacht voor zaken binnen het onderwijs die niet goed verlopen. De overheid moet meer prioriteit stellen aan beleidsgebied, meent Bouva.